Nou, dat is waar. Moet je ook klappen. Ik hoop niet, maar... Ik ga het niet aan de hoogte. En Kirsten Giesekamp zijn getrokken. Zij gaan vandaag de B-finale beslissen wie hier al 1, 2 en 3 voorbij zullen gaan komen. Nou, het lijkt op dit moment zo te zijn dat we Wikos vooraan hebben. Pasmakers, dan krijgen we de Flying Devils die op de derde positie zit. En Kirsten Giesekamp op die tweede positie. Ik verwacht dat hier niet zo heel veel meer aan zal gaan veranderen. Dus de 1, 2, 3 zijn hier bekend. Kunnen wij ons zo meteen gaan opmaken voor de A-finale van de Girls 15-16. Ja, dat is... Nou, zoals ik al zei, het treintje blijft los, dus Mia Kastmakers 1. En dan krijgen we Lotte Dijkers op de derde plek, waar het Giesekamp is die de tweede positie heeft. De A-finale bij de Girls 15.